Wacht, hè. Eerst nog iemand muten. Voilà. Oké, okay. We zijn aan het opnemen. Ja. Oké, okay, goedenavond iedereen. Het is weer zondag, voor de tijd voor de grote community call. Vandaag zal Bart er niet bij zijn, wegens omstandigheden. Wie er wel bij is, is onze vriend Stijn Portier van Fairtrader. Om even kort de markt te overlopen... van de grootste stijgers en de grootste dalers, wat de marktkapitalisatie ongeveer is. Dat gaan we nu even bekijken. En dan ga ik Stijn aan het woord laten om eerst het theater te doen. Dan ga ik een beetje on-chain data geven. Dan ga ik nog een paar news topics aanhalen die ik voorbij heb zien komen, die ook wel interessant zijn. En dan denk ik dat het wel tijd zal zijn, of dat er nog tijd zal over zijn voor enkele andere coins te beoordelen op TA-gebied. Wat is de totale marktkapitalisatie ongeveer? Zo'n 508 miljard. Ten opzichte van vorige week is er een daling van 5% geweest. De bitcoinprijs schommelt rond de 17.000. Als we gaan kijken ten opzichte van vorige week, is dat toch een daling van 8%. Dus toch wel een vrij... deftige correctie gekregen waarop zaten te wachten. De Bitcoin-dominantie zit rond de 63%, dus die is ook wel wat gedaald. De grootste stijgers is een heel interessante. Stellar is deze week met 123% gestegen. Dus als je die in portfolio had, dan had je wel een goede zaak gedaan. Beter als Ripple, by the way. Even tussendoor. Horizon, beter gezegd. 83%, dan heb je Ripple met 73% en Nano met 47%. De grootste dalers van dit moment zijn Reserve Rights, een DeFi-coin, met 23%. Nexus Mutual, ook met 23%, als ook een DeFi-coin. Dan nog een DeFi-coin, Synthetics met 23% en Ocean Protocol ook met 22%. Dus dat zijn de belangrijkste zaken van deze week. En dan denk ik dat Stijn nu wat dieper gaat ingaan op het TA-gebied. Ja, absoluut. Met veel plezier en liefde. Geen idee, Tim, als ik in de mogelijkheid ben om een scherm te delen. Ja, doe maar. Oké, dat is goed. Dan gaan we dat meteen ook doen. Even zien, jullie zien mijn scherm? goed. Zoals goede gewoonte gaan we beginnen met onze goede vriend Bitcoin. We gaan straks even kijken naar de externe parameters, zeg maar. Dat zit met de dominantie en co. Zoals goede gewoonte vertrekken we vanuit onze monthly timeframe. Op zich, ten opzichte van vorige week, iets of wat verandert. Eigenlijk valt het al ja, redelijk nog mee. Dus op zich, qua support en resistance, niet veel veranderd. Wat verandert er wel ten opzichte van vorige week? Dat is dat wij vandaag de 29ste zijn. Dus we hebben eigenlijk nog vannacht en morgennacht, voordat deze grote witte jongen hier zichzelf gaat verenigen in steen, zeg maar, en dat er een nieuwe print zal komen van de volgende maand. We gaan daar even bij stilstaan, rond wat dat we daar kunnen mee doen, wat dat we daar kunnen van gaan verwachten, zeg maar. Zoals dat we weten, zitten we ongeveer op een prijs momenteel rond de $18.083. Je weet, we zitten op Bitcoin USDT op Binance Exchange te kijken. Andere exchanges gaan uiteraard ook niet te vast slechtere, geen slechtere, maar lichtere afwijkingen hebben qua getalen. Laat ons beginnen met wat we eigenlijk willen doen om te gaan closen voor overmorgen dus. Wat willen we gaan zien? Op zijn minst een zeer, zeer bullish scenario zou zijn. Een close boven onze trading range high. Dus een close boven 17.176.24 om precies te zijn. Close boven de weerstand zou betekenen dat we deze kunnen gaan omvormen tot steun en van hieruit eigenlijk een stukje hoger gaan traden. In dit geval mochten we effectief ook hierboven gaan closen. Tot hoever zouden we nog kunnen terugvallen in mijn optiek dan of in mijn wereld, dan kijk ik naar twee zeer agressieve levels. Het meest agressieve level is eigenlijk de trendline zelf. Als ik mijn candle ga projecteren in tijd, dan zit de centrale as van deze candle op 1 december uiteraard. En dan kijk ik op een trendline en dan zou Bitcoin nog kunnen zakken naar 15.434.55. Het is niet heel precies, maar toch redelijk precies in die buurt. $50 erboven of $50 eronder. Dus zeer
agressieve entry zou kunnen zijn. Maar de zo gaan closen uiteraard voor 15.434. Excuseer. Ik verwacht daar eigenlijk best wel een goede bullish reactie op zijn mensen, ook met die confluence box hier in de buurt. En tot waar kijken we naar boven toe? Wel, sowieso, als we hier gaan closen zoals dat nu is nogmaals, dan gaan we uiteindelijk toch kijken naar de all-time high, 19.798.68. En dan hebben we nog één technische target momenteel die verantwoord is. En dan spreken wij volgende maand voor 25.751. Dus je ziet ook, als we in deze twee trendlines kunnen gaan closen, dan blijven we een tijdje. En deze grotere ruimte, wat valt ons ook op? Zeer merkwaardig, is een zeer grote ruimte. Wat wil dat zeggen? Grote ruimte, dat zeggen grote volatiliteit. Grote prijsbeweging naar beneden en naar boven toe. Met andere woorden, als dit effectief ook zo zou geschieden, dan hebben we zeker nog niets gezien. Hey, wie dat denkt dat deze candle heftig ritje was, dan gaat de rest nog veel heftiger zijn. Dus hou maar vast aan de takken van de bomen en zeker vast ook gaan focussen op die grotere timeframes. Hey, waarom? Het is een pak rustiger, een pak minder candles, een pak minder data om mee rekening te houden en veel duidelijkere doelen. Weerstanden hebben we dus besproken. Stel dat we niet gaan closen zoals gepredikteerd nu, maar stel dat we een close krijgen ergens onder die 17.176.24, betekent het dat we tegen onze monthly trading range weerstand zitten, wat dat ook gaat betekenen dat we eerder een bearish houding gaan of mogen aannemen, een terechte bearish houding mogen gaan aannemen. En dan kijken we naar de volgende steunen. In eerste instantie sowieso terug op die trendline, eerste agressieve entry rond dus 15.100 of 15.400 ongeveer. Dan kijk ik fractalwise naar deze swing high. Dan komen we ongeveer uit op een 13.158. Al denk ik dat die niet heel straf zal houden, maar verwacht ik wel dat we goede steun gaan vinden. Dat is op 13.105. Het middenpunt van onze trading range, dat is onze steun. Steun ligt trouwens hier nog altijd op 9.035. En verwacht ik een goede steun, eigenlijk een eerste goed moment om op te pakken op die 13.105. Met potentiële weeks, absoluut niet uitgesloten weeks, tot aan deze bullish order block en confluence met een fractal swing high. En dan spreken we over 11.768. En dan de order block zelf, dan spreken we eigenlijk eerder van een zone, niet van een level, van 11.650 tot 10.374. Veel verder lager ga ik niet gaan kijken. Ik verwacht niet dat we meteen zeer straf daaronder gaan zakken in de eerste dagen van de maand. Dus ik stel voor dat we volgende week samen de monthly close gaan evalueren. En dan hebben we tijd om te gaan anticiperen, eventueel naar lagere orden of zelfs hogere orden. Dat gaan we dan wel zien. Breed ook niet. We kunnen eigenlijk drie richtingen uit gaan traden. Het zij up, het zij down, maar we kunnen ook perfect gewoon een eindje sideways gaan, wat op zich niet slecht zou zijn voor bijvoorbeeld onze goede vrienden van de altcoins. Dus zover de monthly op zich, bullish as hell, prijsactie naar boven, volume zit goed, trading momenteel boven de trading range weerstand, eigenlijk hebben we niet meer nodig, close daarboven is voor mij gewoon continuation naar boven toe. We zien ook heel duidelijk dat we in trending zitten, we blijven maar de ene maand naar de andere naar boven gaan, dus heel duidelijke trending, dat wil zeggen. We zitten in de trend die naar boven gaat op het moment. We gaan stagneren zoals deze fases en deze fases. Dan gaan we sideways. Dan gaan we gewoon range trading doen. Maar momenteel trending. En wat gaan we doen in trending? Eigenlijk geen bal. Gewoon wachten tot als we trending zien. En dan kunnen we ons zeer goed gaan positioneren om deel te gaan verkopen of om een deel terug te gaan inkopen. De weekly, daar gaan we nu naartoe. Was op zich zeer interessant. Hopelijk hebben de mensen van vorige week die aanwezig waren er ook iets mee gedaan. Ik had heel subtiel wat hints gegeven, zoals dat we eigenlijk elke week doen als ik wakker moest zijn. Hoorde het wel. De hints waren daar voor zeer goede weerstand. Was één die 19.300. En dan deze trendline zelf, en dan hadden we daar ook de prijs mee gegeven. 19.409. We zijn iets geordere gegaan. Op zich valt dat mee. Ik denk dat we met een fondmarge zaten. Kijk, van 0,10% op eigenlijk gewoon niks is. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat we fucking accurate zijn, of zeer precies zijn. Laat ons nog maar een keer bewijzen dat technische analyse niet werkt op voorhand. Het eerste dat moeite is wat je ermee moet doen. Dus momenteel weerstand ook gezien.
We hadden ook aangegeven van het is niet slecht. Toen stonden wij vorige week ongeveer op 18.400. Hadden we aangegeven van jongens, plaats die stoplossen wat hoger. Neem een profit. Niemand gaat daar aan sterven. En dan krijgen we ook meteen de week daarna. Onze woorden waren nog niet koud. En we kregen meteen een redelijke goede dump. Een 12 tot 15% vanuit een top dan gezien. Denk ik dat zelfs iets meer was vanuit een top gezien. Een dump van 17% was zeer netjes. Zeer logische dump. Waarom was dat logisch? Was het omdat je het verwacht? Of omdat je 7 witte candles had? Nee, eigenlijk niet. We zaten gewoon in een weerstandszone. We zaten heel dicht tegen de trendline. En er moet ergens even een pauze komen. Dat is het dump. Was zeer logisch. Steunen hadden we trouwens ook meegegeven vorige week, ook op de weekly. 17.154 had een zeer goed moment. Was om in te kopen, weliswaar konden we nog een stuk lager in kopen. Maar zou toch een zeer mooie trade geweest zijn tot nu toe. Van 5% hadden we daar die toppen wat verkocht en lager in gekocht. Zeer mooie zaak gedaan. En ook trouwens hier opnieuw steunen gevonden. Nagenoeg opnieuw precies op onze trendline die hier geprojecteerd staat. We zaten met een steun rond 16.000. 322 in Confluence met onze trendline. Dus onze steunen hebben daar zeer goed werk geleverd. En konden we zeer mooie trades gaan doen. Nu, wat verwachten we voor deze week, of eigenlijk de komende week, zeg maar, persoonlijk, maar dat is dan mijn mening, zeg maar. Ik ga niet zeggen dat de top in is, dat de higher high in is, dat ga ik nog niet zeggen. Daarvoor is het nog veel te vroeg momenteel. Wat kan ik wel al meegeven, dat is dat er hier toch wel een mooie een mooie reactie is geweest rond de liquiditeit van profit taking, maar ook opnieuw een mooie liquiditeit om in te kopen. Ik zie eigenlijk eerder een zone ontstaan, en dat is een beetje hetgeen dat ik ga verwachten of ga projecteren, dat we deze zone wat gaan uitvullen, zeg maar, tot één van de twee kanten gaat breken. Weerstanden voor volgende week op de weekly is altijd interessant. Opnieuw hetzelfde, 19.300 is op de weekly trading range, wat dat zeer noemenswaardig is dat we straks even dieper op ingaan. Maar we hebben dus een nieuwe trading range met weerstand 19.300. Dan ons leveltje, ik veronderstel dat dat start van downtrend was, net is de all-time high, 19.798. Maar vooral ook deze trendline hier, en om heel precies te zijn, 19.557. Mochten we daily closes gaan zien boven de all-time high, om het kort en krachtig te houden, daily closes lopen volgende week boven all-time high, zou voor mij een vrijgeleide zijn om zijn minst tot 21.894 dan. En daarboven zelfs met een goede spike rond 23.459. Dus voor mij nog altijd een haalbare kaart, duidelijke uptrending. Ik zeg niet dat het zo zal zijn. We zitten toch wel in een iets of wat zenuwachtige zone. Zenuwachtig in die zin. Mensen die hier zijn ingestapt, of mensen die zelfs onderaan zijn ingestapt, die gaan eenmaal profit taking doen. Dat is nu wat, eenmaal wat ons logisch en ons gezond boerenverstand ons vertelt, als je zo dik in de profit zit, dan moet je toch af en toe wat profit nemen. Tenzij om later, en misschien jammer genoeg dan, hoger in te kopen, of eventueel terug lager in te kopen, wat natuurlijk de meest ideale scenario is, maar wees niet bang om wat profits te gaan nemen. It's better to be safe than sorry, uiteraard. Weerstanden hebben we doorlopen, dan de steunen voor de weekly. Op zich niet veel veranderd, de trendline. Ik ga ook meteen de confluence nemen met deze lijn. Dan kijk ik rond 15.500. Is daar ook waar onze line in de sand staat. Dat zie je hier aan deze gele box. Ik mag hem een klein beetje gaan opschuiven, zeg maar. Closes onder 15.130, om precies te zijn. Op weekly timeframe dan. Misschien al daily closes als early sign, als vroeg teken. Maar closes onder 15.130 is voor mij een line in the sand, met andere woorden opgepast. Ik veronderstel dat we een pak lager gaan en dat het zelfs zeer hard naar beneden kan gaan. Heel snel bedoel ik daar dan mee. En tot waar kijk ik dan in eerste instantie? Tot waar kunnen we gaan zakken? In eerste instantie blot ik hier op deze uptrend lijn een eerste interactie. En dan kijk ik rond 13.968. En dan meteen, mochten we daar door gaan vallen, deze confluence box met een goede steun op 11.975 tot en met 11.786. En dan de trading range zelf. En dat was toch wel het vermelde waard, zeg maar. We zitten hier met een range weerstand. We zitten hier met een range steun, zeg maar. De horizontale lijn, daarvan hebben we het equilibrium. Wel, sinds deze week hebben we netjes
dit level gewikt. Dit was absoluut nodig om een weekly trading range te gaan maken. Met andere woorden, we zitten officieel niet alleen op een monthly, maar nu ook op een weekly, tenminste, zitten we in een nieuwe trading range. En is wel heel belangrijk, want het is de eerste keer in 3 jaar tijd dat we terug in deze range komen. Deze range, denk ik, is gestart, en even zien, is gestart op 18 december 17. Dus het is exact, of toch bijna exact, 3 jaar geleden dat we in deze range komen. Wat is zeer leuk om te weten, ik denk dat jullie het ook al weten op zich, hebben we eigenlijk een zeer grote range hier naar onderen of naar boven toe. Op zich maakt het niet uit. Maar steun en weerstand liggen ver van elkaar. We spreken over een range van 75%. Equilibrium zit in de helft, dus uiteraard rond die 37%. Dit zijn zeer mooie tijden om actief te gaan traden. Tenminste, als je weet wat je doet, uiteraard. En dan het kan zeer hard gaan. En Bitcoin kan gemakkelijk moves van 500 tot 1000 dollar in een uur doen, naar boven of naar beneden toe. Als je dan als de kippen erbij zit, of je ziet de early signs om te gaan verkopen of te gaan kopen, dan kunnen zeer snel mooie winsten gaan boeken. Het zijn meer bitcoins of het zijn meer euro's. Dus zeer interessant. Ik denk een zeer volatiliteit die eraan komt. Zeker geprojecteerd naar 2021. En ik denk dat het goed is om de trading skills aan te scherpen en hiervan gebruik te gaan maken. Simpele regel, buy support, sell resistance. Als je die wilt weten, die supports en resistance, en nu ga ik even een sluitreclame doen, Tim. We hebben nog 2 plaatsjes over voor de opleidingen dat ik ga geven in december. Kunnen we inschrijven op onze site fairtrader.be. Dan verder voor de weekly op zich. Nog altijd bullish uptrend, absoluut. Ook het volume, daar ook al het ook anders was, nog steeds goed. Misschien even een projectie gaan doen met onze VPVR. Wat dat we daar zien, hè, want vroeger, in het begin was er hier niet veel. Er was enkel een trade geweest, die 3 maanden terug. Maar we beginnen toch wel wat opbouwing te zien van volume notes. Waar zitten we met de meest logische steun? Nou, je ziet hier een eerste uitstulpsel, zeg maar, die volume note. Op en rond die 15.000. Dus een zeer mooie confluence met ons equilibrium. En dan eerder onderaan dan kijken in de zone rond 13.700. Tot 13.100. Deze zone hier, in die getallen ongeveer 13.100, is, om nog even jullie eraan te helpen herinneren, is deze zone op monthly ook zeer mooi, die confluence met de stiplijn. Dus een zeer interessante steun. Panikeer absoluut niet als we snel naar beneden gaan, want je weet op voorhand al rond die 13.000 dat we wakker zijn en eventueel de kans grijpen om een stukje lager te gaan inkopen. Dan een daily, onze laatste timeframe. Zeer mooie shakeout geweest, nog eigenlijk profit-taking genomen vorige week dus. Qua trading ranges, laten we ons daar even over gaan beginnen. Zagen we, zondag was dat, waren we de 22e, ja. En hadden we hier de bevestiging van een nieuwe daily trading range. Dit was hier, of dit is nu officieel onze weerstand, 18.510. Met officiële steun 9.035. Wat zien we? Dat we de dagen daarna ook zelfs het equilibrium van de volgende range hebben toch geprobeerd om erboven te gaan traden. Is net niet gelukt, dus we zien zeer mooi die body closes op het equilibrium. En equilibrium dat trouwens al 3 jaar geleden hadden getekend. En we zien tot op de dag van vandaag nog tot op een tik, juist netjes dat alles werkt. Dan closen we eronder en dan automatisch een stuk naar beneden. Wat verwacht ik zelf voor de daily is nog een eerste trouble zone, zeg maar, een eerste weerstandszone opnieuw. Dan kijk ik rond die 18.510. Het is geen slecht idee om opnieuw wat profit-taking te gaan doen. Uiteraard doe je zelf wat je wil. En moet je gaan weer spiegelen wat je zelf aan kan en wat dat je doelen zijn. Maar 18.510 zal sowieso een level te zijn waar dat er om gevochten zal worden. En dan trendlines zelf. We komen in confluence ook met het equilibrium 19.154. Dus daar een eerste deftige hindernis in mijn ogen. Ik ben zeer benieuwd wat dat Tim straks ons gaat meegeven van de on-chain data. Maar ik verwacht dat er hier een redelijke grote bol gaat te zien zijn op zijn on-chain data. Laten we zeggen 19.100 tot 19.700. Nog iets anders dan onze Rising Channel. Voor de mensen die al een tijdje ons volgen weten dat we al een paar maanden aan het kijken zijn naar deze Rising Channel. We zijn nagenoeg bij de top gekomen. Is dat nu perfect? Ja, nee, but good is good enough. Je ziet een duidelijke uittopping. Je ziet
duidelijk de val naar beneden. Als we puur afgaan op die rising channel alleen weerstanden, zitten we dan voor de komende dagen boven all-time high. Dus hou daar rekening mee dat onze kopje hier kan boven gaan steken. En onderkant eerste steun, dan kijk ik op het equilibrium, deze diagonale gestippelde zwarte lijn. Kijk ik rond ongeveer deze bullish order blok, dat spreken we rond 16.180 tot 15.864. Is een zone die al getest is geweest. Ik zou er zelfs niet versteld van staan dat we nog eentje lager gaan opzoeken. 15.460 wordt het getal, komt terug op de weekly. Als confluence ook daar. Als we die gaan verliezen, dan kan het hard naar beneden gaan. En dan kijken we in de richting van 13.800 tot 13.200. Dus ook daar confluence, die 13.100 begint toch wel op veel timeframes uit te steken. Zowel op monthly, zowel op weekly en ook op ons daily. Dus hou daar rekening mee. Wees niet verrast als we hard naar beneden gaan. Je weet op waar dat je ongeveer kan of moet gaan kijken, zeg maar. Nu, dat is meer de bearish side, zeg maar. Dus ik verwacht wat ranging. Misschien eventueel dubbeltopjes gaan neerzetten. Dan zien we wel wat er hier gebeurt, naarmate dat de tijd vordert. Dit verwacht ik niet, dat we gewoon in één trek naar boven gaan. Ik denk niet dat we daar nog de steam en de engine over hebben om dat nog meteen te gaan verwezenlijken. Ik verwacht eerder een klein beetje tot zelf komen van de prijsactie, wel ranging. Wat dat niet wil zeggen dat er niet te traden valt. Integendeel, hele grote, mooie trading ranges. Zoals we ook hier zien, de interactie, deze wil ik zeker nog meegeven, hadden we vorige week ook aangegeven. Deze daily bullish order block kwam van 15 januari 18, hadden we gezegd vorige week van eerste goede momenten om in te stappen is deze regio, en dan spraken we rond die 17.099 tot 16.960. Je ziet dat onze body zeer netjes bovenklausen is dus gefungeerd als steun tenminste. Dus dat is goed. De tweede keer dat we terugkomen, dan word ik wat voorzichtiger. Hoe vaker dat we hem gaan testen, denk ik dat er eerder gaat beken. Persoonlijk dus eerder geneigd om deftige longs te gaan zoeken in de regio van 16.180 tot 15.800. Al dan niet met een weekje hier tot die 15.500, wat voor mij de line of descent is. Zolang dat we in die line of descent staan, dan ga ik persoonlijk dan blijven op zoek gaan naar longs, want de trend is nog altijd mijn vriend en de trend is hier up. Wat verandert er wel? Stel dat we verder naar boven gaan schrijven, boven deze rising channel, en daily closes krijgen boven 19.798, dan verwacht ik dat we eigenlijk redelijk hard als een raket toch gaan doorschieten, gezien van de trendlines. Redelijk een grote open ruimte opnieuw boven ons. Measurement target van de rising channel zou ik er dan ook durven gaan bijpakken. En dan spreek ik over deze target, de gemeente van het kanaal. Als we die erboven gaan inplannen, regio 27.000, eerder denk ik rond die 25 à 26k, dat haalbaar moet zijn. Maar nogmaals, het zal niet van vandaag op morgen zijn. Ik verwacht eerst nog een beetje gaan ranging. En wat gaan we doen in ranging? De range gaan traden uiteraard, buy support. En zouden we dus denken dat wat meest logisch is. Dan even teruggaan naar onze andere vriendjes, de altcoins zelf. Potentieel, dat is toch hetgeen dat ik er aan overhoud, zeg maar. Dat is dat wij een mogelijkheid hebben om wat in ranging te gaan, waardoor de altcoins terug aan zet kunnen zijn. De Bitcoin-dominantie heb ik er gaan bijnemen. Eerst en vooral op een weekly. Potentieel, maar is nog vroeg. Potentieel een soort van een bear pendant. Alsof dat zeer euforisch zijn dat ze die target zouden halen nu. Pas op, dat zeg nooit, nooit. We zagen hier al dat de eerste drop heel heftig was. Persoonlijk denk ik eerder dat we nog wat in ranging kunnen gaan. En, verdorie, mijn chart is weer weg. Kom ik hier. Voilà. Daarvoor ga ik de weekly erbij nemen. Wat zien we? Een redelijke grote week onderaan. En we hebben hier een range gemaakt, een breakout. We hebben de retest gekregen. We hebben een bullish reactie momenteel. Deze gap is wel opgevuld geweest. We hebben ook deze bear, misschien hem te gaan tekenen. Deze bearish order block hadden we hier ook aangetikt, zeg maar. Zeer netjes erin gekomen. Ik verwacht eigenlijk ook voor Bitcombinantie. Het is een beetje ruw geschetst. Ik ga hem maar beter tekenen hier dan als ruw geschetst. Voilà. Ergens in deze zone verwacht ik eigenlijk dat de dominantie wat gaat pingpongen. Ik verwacht dit. En dat we verder overgaan van expansie naar compressie. En dat we van hieruit dan wel gaan zien welk monster dat we gaan creëren. Maar ik zie een grote ruimte en ik merk ook dat die ruimte eigenlijk zeer snel
opgevuld wordt. Hè. Dus wel de eerste keer redelijk snel naar boven toe, dan de tweede keer snel naar beneden, opnieuw snel naar boven toe. Ik zou er niet over schieten dat we hier het tempo een klein beetje gaan zakken en eerder van expansie naar compressie gaan toewerken. Met andere woorden, het kan zeer snel omslaan voor als. Dat is hetgeen wat ik verwacht. En die zijn zeer snel, zeer bullish, met heftige pumps, om dan een of andere top neer te zetten met dan gevolgd tot zeer heftige dumps. Dus ook daar, als je een hodlmentaliteit hebt, blijf er dan bij. Ik had deze week iemand tegengekomen. Ze zei, ja, we zijn aan het uittoppen en ik wil verkopen, ik wil verkopen. Als de coins stonden op een ledger enzovoort enzovoort. Die was eigenlijk tegen zijn eigen regels bij. Hij had gekocht voor de long term en houden die aan voor maanden, zo niet een jaar of twee jaar zelfs. Maar dan toch die FOMO die insloeg, hij werd wat hebberig, zeg maar, in zijn strategie overgooid. Doe dat alsjeblieft niet. Als je afspraken hebt met jezelf, houd u daaraan. Wilde gaan hoddelen, hoddel dan zoals dat het moet zijn, zodat die coins van die exchange zijn. En wilde wat gaan traden daarnaast, blijf dan enkel alleen bij je trading budget, zeg maar. Dus ga niet gaan switchen van mentaliteit. Dus hier ook mogelijkheid voor altcoins om goede trades te gaan neerpakken. Ik denk dat het redelijk explosief, of dat het wel eens redelijk explosief zou kunnen zijn. Met andere woorden, het begin van expansie die later, vervolgens dat de weken en de maanden gaan verstrijken, opnieuw zeer stilletjes aan, ik ga niet zeggen dood gaan bloeden, maar dan toch de volatiliteit en terug overgaan naar het saaie traden, 3-4% kunnen pakken per dag. En dat is maar niet de grote gains van 50 en meer. Dus ik zou niet verschieten als we zeer mooie pumps kunnen zien de komende dagen of misschien zelfs binnen hier en een tweetal weken. Maar daarvoor moeten we even gaan zien ook naar de money inflow van altcoins. Eerst en vooral even de totale inflow van money op de crypto market in totaal. We hebben opnieuw een zeer mooie stijging gezien, maar ook meteen weer afgegeven. En dat was vooral te maken met de eerste correctie van Bitcoin. Momenteel closen we onder de weerstand. Is een gevaarlijk teken. Zeker deze candle geeft aan dat de komende tijd dat er wel eens wat extractie zou kunnen zijn van liquidity, waardoor dat er wat minder volatiliteit zou kunnen zijn op de grote markt, vooral naar Bitcoin aan zich. Wat verwacht ik is eigenlijk ook hier een soort range dat we kunnen maken, eigenlijk een periode van bezinning, zeg maar, of meditatie, waarin we een soort uitvlegging gaan pingpongen tussen steun en weerstand. Ik verwacht niet dat we terug hieronder gaan closen, wat al zeer bearish zal zijn trouwens. Ik denk dat we eerder tussen de levels van 456 biljoen tot 534 biljoen gaan traden. Met andere woorden, ook opportuniteiten om te gaan traden, zeg maar, in een zeer, zeer gunstig klimaat wanneer iets sideways gaat. Dan de total market cap 2, dus enkel alleen voor de altcoins. Zeer mooie breakouts gezien. Deze week was eigenlijk geen geslaagde breakout, want ook meteen weer de rejection, zeg maar. Afhankelijk van hoe dat we vanavond gaan closen, zal er veel van afhangen voor altcoins. Krijgen wij een close boven 196 biljoen, snip het gerust op de chart af. Dan weet ik zeker, als we hier boven kunnen closen, dat we toch nog een zeer heftige week gaan zien. Volgende week dan meer voor altcoins en minder voor Bitcoin in mijn ogen. Een beetje terug in zijn bed moet gaan kruipen om rustig te worden, zeg maar. Dus algemene conclusie, Bitcoin, zowel macro, meso en micro, bullish nog altijd. Nou, misschien micro, misschien heel, heel lichtjes bearish, maar daarvoor moet ik zelf wat dieper gaan inzoomen. Het algemeen, alles goed. Goede drops horen nu eenmaal bij het maken van grote gains. Dus hou daar rekening mee. Ga ook niet panikeren bij drops van 20%. Zeker niet. En een trending market is dat absoluut normaal. Als je de toppen kunt pakken, zoveel te beter. Maar pas op met wat dat je doet. Hè. Zorg dat als je gaat traden, dat je weet wat dat je doet. Dat je ook goed stoplossen zet, want je kunt ergens instappen en net de top hebben gekocht. En dan zal er maar de man zijn waarvan dat de coin 5 minuten nadien 60% in elkaar valt. Ik denk dat het een goede week gaat worden, volgende week dus, om te gaan traden. Bitcoin, denk ik, buy support, sell resistance, dat de trending niet of wat gaat afnemen. En dat het moment is om te gaan focussen op altcoin trading, als je dat überhaupt al gaat doen. Maar dat was het voor mij, Tim, voor deze week. Geen idee
wat dat je zelf ziet met je on-chain data, benieuwd als je dezelfde informatie ziet hebben. Of iets anders. Oké, bedankt Stijn. Dan ga ik even overschakelen van een schoon scherm naar mijn saai scherm. Ja! Zo raar, mensen mochten ze niet kennen. Ja, ze... dat was uw vriendin zeker, Stijn, niet? Ja, absoluut. Oké, goed. Waar gaan we beginnen? Wat ziet je hier? Dat is eigenlijk de exchange flows, dus van alle exchanges wat er binnenkomt. Dit is de Bitcoin-prijs. En dat is eigenlijk de flows die er op een exchange gebeurt, op alle exchanges samen. Dat timeframe is vrij strak. Dus dat is een heel mooie opvolgingstool. Wat zien we? Dat er tijdens de daling een stijging is geweest van, ja, whales zal ik maar zeggen, die geld terug op de exchange hebben gestort. Ik ga even een overzicht tekenen voor jullie. Eens zien, waar zit het hier? Hier, sorry. Dus hier zagen we eigenlijk een stijging. En hier zagen we ook heel veel volatiliteit. En naarmate die stijging gebeurde, zagen we een daling. Dus dat is echt wel een impact geweest van de whales zelf. Nu, naar gelang de whales afnemen op de exchanges, dus dat het geld uit de exchanges gaat, zien we dat er een stijging is. Dus dat is weer een teken dat er veel meer geloof komt in Bitcoin, waardoor de prijs naar boven wordt geduwd, omdat er minder een omloop is. De retail-investors gaan dan aankopen en dan krijg je eigenlijk een gestage prijsstijging. Dus dat is wat we nu zien. Dit is wanneer er heel veel volatiliteit kan ontstaan. Dus dat is wel vrij interessant om dit in doog te houden. Dus dat gaan we nu blijven opvolgen. Van het moment dat wij zien dat dat terug naar boven gaat, je ziet dat ook. Er is een aanloop en er gaat hier ook een serieuze stijging. Er is heel veel volatiliteit in die zone. De stijging neemt hier af op de exchanges en er is een mooie stijging in de Bitcoin-prijs. Dus dat is heel mooi om te zien. Natuurlijk is dat niet zo precies als TA, maar het kan u wel op voorhand al een bepaalde notie geven van kijk, er zit een bepaalde opbouw, er is een bepaalde stijging die er aankomende is. Ja? Dus dat is wel een vrij interessant iets. Hier ziet je het ook, dat het altijd wel gepaard gaat met de Bitcoin-prijs. Dus dat is eigenlijk een tool die we nu wekelijks in het oog gaan houden. Mag ik even inspringen op thema's die bestaan? Zeg maar, ja. Ik ga wel mijn tand doen, hè. Maar ik zie bij de rode cirkel, zie ik daar gewoon het omgekeerde in principe. Dus je hebt daar ook een aanloop. Ja, je ziet hier een stijging gaande en hier daalt het. Dus hoe hoger de inflow is op de exchanges, hoe meer volatiliteit er ontstaat in de prijs. Die stijging hier, doordat er een inflow was op de exchanges, is puur geweest doordat die daling gebeurd is. Dus je ziet hier dat dat is toegenomen en de prijs heeft daar ook een serieuze impact op gehad. Hier zijn ze aan het traden geweest, hebben ze heel veel volatiliteit veroorzaakt. Hier is het afgenomen en de prijs is ook weer gestegen. Ja. Dus dat heeft echt wel een correlatie bij elkaar, hoor. Je ziet hier ook, het is vrij stabiel hier. Oké, er is volatiliteit, want er wordt getraind natuurlijk. We zitten hier ook op een vrij hoog niveau. Maar er is al dan niet, als je daar een kadertje in gaat trekken, is er toch een bepaalde sideways trading voordat die naar beneden gaat. Dus dat is toch iets wat interessant blijkt te zijn voor deze chart. Als we dan gaan kijken naar de exchange flows qua adressen, dus de adressen die erin komen, dat is dan stablecoin gerelateerd. Dus wat je hier ziet, zijn eigenlijk de adressen die op de exchanges komen van de stablecoins. Dat is ook een heel interessante. Hoe hoger dit is, hoe sterker de koopdruk. Dus hoe meer momentum er wordt gecreëerd op de markt. Dit is uiteraard weer de Bitcoin-prijs. We zien hier dat er een sterk momentum gecreëerd is. Eens kijken hier zo. Dat er hier toch wel een hoge koopdruk was.
door ja, inflow van stablecoins die er op exchanges is geweest. En er is hier ook weer een stijging gaande geweest. Dus dit was eigenlijk een signaal dat jij voor de long term kon gaan inkopen tot hier. Ja, dus, ik zie het zelfs als een soort breakout bevestiging. Als ik je ziet. Ja. En ik zie dat de zwakke koopdruk vooal ranging aanduidt. En ik merk dat we nu in die fase van die ranging potentieel gaan. Ja, alleen, voilà. Dus van op die data, wat we hier zien is dat er is een stijging, maar het is niet boven de 25k aan stablecoins dat er gestort wordt. Dus er is wel een bepaalde stijging door een interesse van de gewone investeerder. Maar ik denk dat de koopdruk op dit moment niet sterk genoeg is om boven die all-time high te gaan. Dus ik denk inderdaad, Stijn, dat wij nog een weekje toch sideways gaan gaan. Er is wel een bepaalde stijging, maar het is niet overtuigend. Hè? Dus als je hier gaat kijken, zie je dat die stijging absurd is. Hier zie je ook een mooie stijging. Dus telkens wanneer die boven die gele lijn komt, van 1569, uitgedrukt dan in een gemiddelde, dan zie je wel dat er een sterk momentum gecreëerd wordt. Dus dat is wel heel interessant om dat in oog te houden. Als we dan gaan kijken naar de inflow van de algemene inflow op de exchanges, zie je hier dat er toch ook weer al veel retail-investors aan het kopen zijn. Dat hier eigenlijk op deze data, dat het hier de moment was om eigenlijk in te kopen. Hoe hoger, hoe meer opportuniteit er is om eigenlijk uw longs te gaan bepalen. Dit is eigenlijk de lijn van de stablecoin whales. Dit zijn de iets mindere stablecoin dolphins, heb ik het genoemd. En dan hier de retail investors. Dus op dit moment is het zeker niet sterk genoeg om boven die all-time high te gaan. Aan de hand van de on-chain data. Dan de volgende. Wat toont deze? Dat is de flow indicator van de whale zelf over het algemeen. Dus het geld dat er binnenkomt van alles wat er op de markt gebeurt. Wanneer wij hier een daling zien, dus deze punten, dan zien we ook dat er hier telkens een daling is geweest. Daarom niet altijd even groot, maar we zien hier dat die toch wel gekelderd is en dat dit wel een effect op de prijs heeft gehad. Dus dat is ook weer een hele mooie, dat daar toch een bepaalde impact zit op die exchange whale ratio. Hebben jullie dat op die chart? Wat blijft? Kun je nog meer prijsactie van links laten tonen ook? Ik kan dat doen, ja. Ik ben benieuwd met dat we hier eronder zakken, wat er dan gebeurt op die momenten dat je eronder zakt. Ja, je ziet hier, er is een stijging. Hè? Wacht, eens kijken of er hier een bepaalde... Hier is er een stijging. Dat gaat ook weer om gepaard met een stijging. Ja, hier is er veel sideways geweest, dus er is veel in en uit gegaan. Hè? Ja, er is veel gespeeld geweest met de in- en outflow op de exchanges. Dus dat is ook wel best interessant. Hier zie je, als je deze gaat vergelijken, dat er toch wel een serieuze dip is geweest toen deze naar beneden is gegaan. Dus dat komt heel mooi overeen. Hè? Hier ook, kijk. Dus het heeft een bepaalde impact elke keer. Goed. Dan deze is een heel interessante... dat is de SMI Ergodic indicator die je hier ziet. Dat is eigenlijk een soort van EMA op de stablecoin ratio ook weer al. Er wordt heel veel, de flow indicator op de stablecoins is heel interessant, want dat laat zien wanneer er eigenlijk ideale koopmomenten zijn. Dit zijn de verkoopmomenten van momenten die in deze zone komt. Zijn het eigenlijk telkens pieken? Dus van het moment dat je dit ziet, dan is het misschien wel eens interessant om je profits te gaan pakken. Dat zie je hier ook. Om even er terug uit te gaan. Hier is die naar beneden gegaan. Dus van het moment dat die hier terug in zit, kan het zijn dat er terug een top bereikt wordt en dat we daarna terug naar beneden gaan. Dit zijn dan weer de momenten om in te kopen. Hier zie je dat ook. Van het moment dat die onder die groene zone komt... was het ideale moment om in te kopen. Dus dat is een uitzondering geweest. Hier zie je dat ook. Van het moment dat die rond deze waarde zit, welke waarde is dat ongeveer? Rond de 13,2. Dan hier zo is het rond
9,3 zelfs. Dus dat zijn eigenlijk opportuniteiten, om het zo te zeggen. Dus dat is een heel mooie indicator om entries en eruit te gaan. Om eruit te gaan. Dus dat is hetgeen wat ik zie. Dan wat ik hier nog zie op de into the block indicator. Dat er toch wel veel resistance is eigenlijk. Dus niet zo interessant op dit moment. Die gaat... Maar toch wel super interessant. Ja, het gaat tussen de bulls en de... Het gaat tussen de bulls en de bears gaan, hè? Uiteraard. Er gaat heel veel ranging zijn. Er gaat wel wat prijsvolatiliteit zijn, uiteraard. Je ziet nog wel dat de supports sterker zijn dan de resistance. Dus dat is eigenlijk wel een positieve zaak. Maar één keer voorbij die 19.059 gaan wij terug meer een opwaarts momentum kunnen krijgen om die all-time high te gaan breken, hè? Dus dat is hetgeen wat ik nu vandaag zie. Ik hou het in de loop van de week zeker in de gaten. Deze is een heel interessante, want dat weerspiegelt eigenlijk de clusters van waar er bitcoins zijn aangekocht. En ja, hier zit toch ook wel, als je allemaal bijeen gaat tellen, dan gaat je toch wel een miljoen adressen hebben, zelfs meer, die hier rond deze prijs vastzitten met bitcoins. Dus, goed. Kijken, zijn er nog vragen over dit gedeelte? Nee? Oké. Okay. Stijn? Ja, vertel ik het even. Is er deze week nog iets opgevallen bij u qua fundamenteel nieuws? Qua fundamenteel nieuws? Of heb je dat niet in de oog gehouden? Nee, niet direct. Qua niet wat dat betreft qua cryptomarkten. Eigenlijk niks speciaals. Een beetje het algemene gevoel, denk ik, van we moeten even op adem komen. Er is zoveel gebeurd de laatste weken, maanden eigenlijk al. Niet alleen op de grafieken, maar ook hetgeen rondom ons. En ik merk dat we nu een beetje stoom moeten aflaten. De feestdagen komen er ook aan. Dus het is tijd om een klein beetje afstand te nemen van de grafieken en van het traden op zich. En dat, denk ik, begint zich dan, of heel vroeg tekenen al te gaan weerspiegelen op de grafiek van bijvoorbeeld een bitcoin, die volgens mij toch wat adem gaat nemen. Maar het is al niet, misschien wel interessant om altcoins te doen. Maar qua nieuws op zich, nee, niks relevant. Ja. Ik heb wel interessant nieuws. Allee, een interessante ontwikkeling in mijn ogen. De Startup Circle, de meeste zullen die wel kennen, van USDC Coin, die gaan, hebben een samenspraak met Amerika en Venezuela overeengekomen dat ze hun stablecoin als de valuta of een noodvaluta mogen gaan gebruiken in Venezuela om daar de hulpmedewerkers te gaan helpen in de COVID-strijd. Mits dat de USDC-coin gekoppeld is aan de dollar, zal die eigenlijk niet gedevalueerd worden zoals de Bolivar. Dus dat is wel een heel interessante, dat die stablecoin in de eerste keer in de geschiedenis daar een rol gaat spelen. Dat is fantastisch. Ja, ik vind dat toch wel. Dus dat is iets dat toch wel een impact gaat hebben op die economie in Venezuela. En ik denk dat we daar nog wel meer van gaan horen en dat dat ook een heel goede zaak zal zijn voor de stablecoin-markt. Want er is heel veel interesse, een toenemende interesse in de stablecoin-markt. En dat er misschien nog landen gaan volgen. Hè. Ze werken ook samen met een bedrijf die de transactie gaat doen op de bankrekeningen van de mensen daar, zodat ze eigenlijk het gewoon kunnen opnemen. Want qua regulering staat dat volledig toe. Dus dat is eigenlijk een hele positieve ontwikkeling. Wat heb ik dan nog gezien? VanEck EU. Ik weet niet, VanEck, ja, dat is een van de grootste ETF-aanbieders of providers, die gaat een fysieke ondersteunde Bitcoin-ETN aanbieden. Dat is dus eigenlijk ook weer al een heel interessante ontwikkeling. En dat zal op de Duitse beurs extra gebeuren. Dus dat is ook weer al zoiets dat toch wel een officieel, ja, financieel product is dat gekoppeld is aan fysieke Bitcoins. Dus zeer belangrijk dat dat gekoppeld is aan fysieke Bitcoins. En dat er eigenlijk
Ja, niet zoals bij goud, een ETF, dat er eigenlijk in fysiek goud aan gekoppeld is. Want dat gaat eigenlijk de supply verhogen op de markt, terwijl het eigenlijk niet bestaat. Dus dat zou wel een impact kunnen hebben op de prijs, terwijl dat niet duurzaam is in mijn ogen. Ik denk dat jij daar ook zo over denkt, Stijn. Goh. Ik begin wat me, soms met twijfels te overtuigen, maar dat is misschien een andere discussie. Ça va. En dan als laatste wat ik heb gezien. Lolly. Kent iedereen het platform Lolly? Die zijn eigenlijk heel hard bezig om mensen te gaan educeren en bitcoins te laten verdienen aan bepaalde platformen. Dus als jij bepaalde aankopen doet, dat je eigenlijk beloond wordt in bitcoins. Nu gaan ze samenwerken bij eBay. Dus van het moment dat jij zaken gaat aankopen op eBay, dan gaat jij ook beloond worden in bitcoin voor je aankopen op eBay. Dus dat is ook weer al een heel interessante ontwikkeling, want eBay is een zeer groot platform met 127 miljoen gebruikers. Dus dat kan zeker wel een impact hebben op de interesse. Dus daarom niet op een bitcoinprijs, maar mensen die bitcoin gaan leren kennen via die manier. Ja, is goed voor dat opzien eigenlijk als het allemaal hoort. Ja, inderdaad. Ik heb nog iets gehoord rond Amazon, die ook iets wil doen met bitcoin. Heb je daar iets van gelezen? Amazon heb ik ook iets van horen vallen, maar dat is nog allemaal niet concreet. Bitcoin dus, Prime of zoiets? Ja, ja. Een andere zaak die wel onrustwekkend is in mijn ogen, is dat de Amerikaanse toezichthouders van plan zijn om de wallets van Coinbase te gaan trekken. Dus dat ze willen weten aan welke naam dat gekoppeld is. Net zoals in Nederland. Ja. Dus daar zijn ze eigenlijk ook mee bezig om die crypto wallets te gaan aanpakken. Dus dat kan wel wat privacy schending. Het uiteindelijke doel is nog altijd voor uw eigen bank te zijn en daar geen tussenkomst te hebben van derde partijen. En ik denk bij dit dat dat toch wel een breuk zal zijn in sommigen hun visie. Oh ja, het valt misschien een beetje te zien hoe dat je het zelf wil gaan benaderen. Nee, aan de ene kant inderdaad opnieuw maar een aanslag zeg maar, op het feit dat je privacy niet of toch moeilijk kan gaan handhaven. Zeg maar. Maar aan de andere kant, op zich hebben we niet veel weg te steken, denk ik. En dat voornaamste is dat de bank er zelf geen stok aan tussen steken, wat zij kunnen, denk ik, in mij weten dat toch niet. Gaan beperkingen opleggen dat je bepaalde producten niet meer kunt gaan najagen of gaan kopen. Hè. Dus ze zitten er wel van tussenuit, maar ik denk dat het wel een beetje fiscaal is. Dus het gaat wel in het snotje houden. Hè. Dus daar misschien tussen de regels in. Ze gaan inderdaad alle KYC's gaan verplichten, stap voor stap. Heb je nog ergens iets staan zonder KYC? Doe ermee wat je wil, maar je weet dat ze vroeg of laat gaan zeggen. Het is niet meer mogelijk van terug te trekken, zonder dat we weten wie dat is. Dus een waarschuwd man is er twee waard. Binance gaat ook zo varen, volgens mij. Wat blieft? Ik denk dat Binance ook nog zoiets gaat worden dat jij, als je een account wilt aanmaken, dat niet zomaar niet meer kan zonder Know Your Customer procedures. Maar ja, maakt niet uit. Dan als laatste, voor de hot topics van vandaag, Libra gaat in begin 2021, in januari dus, zijn stablecoin project lanceren. Het zal gewoon om een stablecoin gaan die gekoppeld zal zijn waarschijnlijk aan de dollar en niet zoals oorspronkelijk bedacht aan verschillende valuta's. Dus het gaat vooral aan de dollar gekoppeld zijn. Dus er komt wel een Libra stablecoin. Dus dat is zeker een interessante ontwikkeling die 2021 zal evolueren. Hè. Facebook heeft toch een serieuze impact, hè? Sowieso. Dus dat is ook weer al, mensen gaan wallets moeten aanmaken. Dat gaat ook weer adoptie creëren van iedereen die op Facebook zit. Dus ik denk dat zeker een groeiende adoptieontwikkeling zal zijn, ook voor Bitcoin. Dat spel zal al ontploffen in 2021, hè? Dat als ik dat allemaal zie. Er zijn ook nadelige, zoals die wallets, wat ik juist zei.
Maar ik denk niet dat dat mensen gaat tegenhouden als ze zien dat Bitcoin blijft gaan. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Ik denk dat dat hier ook het geval zal zijn dat inderdaad die KYC valt weg. Maar goed, dan maakt het wel mogelijk dat er heel meer mensen toegang gaan vinden tot de cryptocurrency wereld, zeg maar. Hè. Het hoeft trouwens niet Bitcoin te zijn, maar die andere tokens. Ik denk dat we niet mogen klagen als investeerder en trader zijn. We zitten nog altijd in een early stage. Ja, sowieso. Dan stel ik voor dat mensen, als die nog een TA willen zien van bepaalde coins, liefst geen VeChain of Link, ADA, zeker interessant, dat Stijn zijn chart even opengooit en dat we daar eens naar gaan kijken. Goed, even terug mijn scherm delen. ADA, is dat tegen USDT of tegen euro of wat dan ook? Misschien wel altijd interessant om te weten. Ik heb ADA denk ik zelf staan tegen USDT. Zelf ook ingekocht hier in de blauwe box. En een eerste profit gedaan deze week. Wat verwacht ik voor ADA? Ik vertrek vanuit een uptrend. Ik denk dat die zeer duidelijk is. Met higher highs en opnieuw higher highs. Momenteel ook een zeer mooi steunniveau van waaruit dat we vertrokken zijn. Weekly close lijkt me momenteel nog altijd bullish. Waar zou de ADA kunnen oppikken versus USDT weliswaar? Dan denk ik eigenlijk, we zitten zeer kort bij rond de 16 dollar cent, zeg maar. Waar kan ADA doortrekken? 18 cent is eerst meest logische weerstand. En dan daarbovenop die 23 cent. Ik verwacht dat die 23 cent eigenlijk relatief snel kan gehaald worden. Eens dat we gaan closen boven die 18, dan denk ik dat het gewoon een kwestie van een bevestiging is, zelfs op een 1 uur timeframe, om dan in één trek te gaan doortrekken naar het volgende level, die 23. In het algemeen, ADA versus USDT, zeker en vast bullish. Hoe dat een Bitcoin chart eruit ziet, ik ga die er toch nog even bij nemen. Zodat we daar ook een kleine eventuele potentiële correlatie kunnen zien. Al een tijdje geleden dat ik ADA hier nog heb meegenomen. Ik zie dat hij de onderste route heeft genomen. Dus de chart geweest op 21 september. Heeft de onderste route gekozen, momenteel tegen weerstand hier wel. 900 sats. Close boven 900 sats vanavond nog, vannacht. Dus is bevestiging opnieuw in de range. En dan is de main target, hoofdtarget, 1800 sats. Dus toch een maal 2 en een klets voor ADA potentieel. Op voorwaarde uiteraard dat we vannacht close rond, of boven eigenlijk, die 900 sats. Is belangrijk voor Cardano om dat te doen. Als we dat doen, uber bullish. Eerste tussentargets, zie dat er hier nog eentje staat, targets, 1200 sats en dan, welke is dat hier, kan ik het zetten, dubbel op, 1300 sats. Dus op voorwaarde dat ADA close boven, op en rond 900 sats, dan worden we zeker bullish, een goed moment om in te kopen, als we boven die weerstand momenteel closen. En dan zeker een mal 2 die erin zit, mal 2 en een klets met tussentp's. Dus bullish in het algemeen voelen we zeer goed. Geen idee wat de VTVR ons aangeeft als extra confluence, zeg maar. Een redelijke volume note, iets of wat ander. Die bij Jordan Blok hier, maar goed, tot daar aan toe. En dan doortrekken. De laatste zit op en rond die 1800 sats. En dan trekken we eigenlijk bijna meteen door. Zoals die verschieten dan meteen gewoon richting die all-time high gaan. Mits voorwaarden daily, zelfs weekly close boven die 1800 sats. Dus 900 om te beginnen. Belangrijk key level. Kunnen we die erboven gaan traden? Kijk, we zitten er nu 2 sats van. Vannacht close boven die 900. Misschien is dat kleine just niet binnenkort. Dat kan ook natuurlijk. In ieder geval, als we close boven die 900 sats, dan een mal 2 is zeker vast in de charts. En in de cards ook. Dus een bevestiging van hetgeen wat we eigenlijk een beetje veronderstellen. Bitcoin in ranging, buy support, sell resistance voor de komende dagen. Geen al te spectaculaire moves. En tijd om wat altcoins te gaan traden. Ik hoop dat dat een inzicht is of een antwoord op uw vraag, Alain. Hebben we nog iets, Tim? Tusk.
Dusk. Ja, die heeft ook wel mooie dingen gedaan. Maar weinig volume op, hè. Geen idee. Oh ja. Weinig volume. Pas op, die zit wel in een mooi momentum om terug uit te breken. Hij zit op steun. Ja. Hij zit op steun. Reserve blok genomen, Barry's retest. Houdt momenteel vast. Wat wil ik niet zien? Ik wil vannacht geen close zien onder 259 sats. Gebeurt dat niet, dan denk ik dat we hier toch wel de low hebben genomen. Ook een Polisorde blok meegepakt. Barry's retest, dus dat is op zich allemaal oké. Je ziet dat ook hier even naar beneden. Dan erdoor en dan steun. En dan de push in de first touch naar boven toe. Keren terug. We zien hier een eerste uitbodeming. Moeten vooral blijven vasthouden. Ik denk dat dat voor zichzelf spreekt. Idealiter inkopen eigenlijk bijna nu. Met een zeer duidelijke stoploss. Stoploss zou zelfs geplaatst kunnen worden rond de 250 sats. Ietsje eronder zelfs. En veel scherper of veel losser moet dat zeker en vast niet zijn. Hier en nu inkopen. Waarom? Ze dichter bij steun dan dat je tegen weerstand zit. Tot waar kan Dusk gaan? Ik denk opnieuw, diezelfde highs van hieruit. Dat is eigenlijk een zeer mooie trade opportunity, zeg maar. Low risk, high reward. In die zin, je zit op 230% van het eerst meest logische target. En je zit met een stop loss, zelfs nog onder de lows, mocht je daar nog marge genoeg nemen, van 33%. Dus de risk to reward is zeker en vast aantrekkelijk, maar we kunnen hem scherper zetten, stop los. Rond de 250 zat ze ietsje eronder. Instap bijna hier en nu. Het is absoluut geen financieel advies. Dat is alleen wat ik zie technisch dan, met een zeer mooie trading range naar die 900 zat. En van daaruit dan herevalueren. Kunnen we erop en erover. Ik merk ook hier potentieel pattern-wise, potentiële double bottom in de making, zeg maar. Dan hebben we hier het linker billetje, zeg maar. Het rechter billetje zou in de maak kunnen zijn. En dus op het gemak terug, en zo ook gezond zijn op het gemak, terug naar boven gaan, dan gaan klauteren, stap per stap naar heaven toe, zeg maar, is nog altijd gezond. Beter dan hier naar raket, naar boven toe. Dat is goed voor de traders die alles prefab hebben ingesteld, maar op zich, die goede pumps zijn meestal niet sustainable en ook niet houdbaar en zakken zeer snel in. Dus ook daar misschien nog een extra tip. Zie je ergens iets ontploffen? 20, 30, 50, 60% of meer, blijft er gewoon vanaf. Pak je chart, kijk daarnaar, geniet ernaar. Maar voor de rest stopt er geen euro in. Want de kans dat hem naar beneden kelder is zeer groot. En dan zal uw investering zeer snel niets waard mee kunnen zijn. Dus wees dat toch voorzichtig op. Doe geen FO, maar dat heeft absoluut geen zin. Absoluut niet. Maar dus, reversal, ja, uitbodeming steken op de grotere schaal, ja. Duidelijke target, neckline ook van die double bottom, zeg maar. Het zal niet van vandaag op morgen zijn, maar op zich een goede entry, ja, voor de long term, niet slecht, denk ik. Oké, okay, super. Dan heb ik hier nog LTO Network. Hoe noemt hem nu volledig? Ik kan er niet op komen. Ik nog minder. Ik heb de ticker, maar ik vind die zelfs al mijn moeite terug. Komt tegen weerstand aan bij Bijorde Blok hier tegen de toppen. Op weekly momenteel niet zo interessant. Liquiditeit is genomen. Goede momentjes om in te stappen. Of eigenlijk niet zozeer een goed moment om in te stappen. Waar zou je hem zeker moeten houden? Even zien. Naar de leveltjes. Ik denk dat in deze hier interessant is om vast te houden een bullish order blok. Ik denk dat dat de meest logisch is, op zijn minst van de higher low. Maar vooral waar zou ik zelf geïnteresseerd zijn om in te stappen. Hier deze fractal swing high. Zie je ook hier. Ik kan misschien zelfs iets lager gaan plaatsen. Ziet zeer mooi hier. Weerstand, weerstand, weerstand. Breakout, steun, steun. Opnieuw steun. Opnieuw eronder door en weerstand. Maar ik ga hem toch verplaatsen op die fractal swing high hier. Closen erboven. Met andere woorden, waar is uw meest risicoloze entry? En daar gaan we toch telkens naar op zoek. Dat is op rond die 693 sats. Een trage of snelle retrace. Maakt eigenlijk niet uit. Zoiets willen we gaan zien.
vasthouden en dan de bounce naar boven toe. Stoploss kan zelfs redelijk strak gezet worden hier. Op 620 zat zo ongeveer. En dan de target opnieuw, de toppen hier. Die in de start van downtrend is wel interessant. En dan kijken we hier ergens naartoe. Ik denk dat dat een zeer logische trade is, hier ergens proberen in te stappen. Zeker niet nu, je zit al verwege de move. Is nooit interessant. En dan een target hier, geen idee wat de trade geeft. Risk to reward, een kleine 7. 39% potentiële profit. Stoploss van 5,77. Is een verantwoorde trade, absoluut. Verliezen we deze, dan denk ik dat we de range lager gaan opzoeken. Rond de 400, 500 sats. Dus LTO, in mijn ogen, de move is gepasseerd. Zitten erin. Profit nemen is nooit slecht. En eventueel zelfs al de profits gaan herprogrammeren op lagere levels om opnieuw te gaan groeien. En dus sell de tops, lager inkopen, dat je die bags kunt laten groeien en die winsten kunnen dan ietsje sneller erbij komen, zeg maar. Dus LTO, denk dat de move is gepasseerd. Oppassen daarmee. Pak je profit even aan. En je moet daarom niet alles verkopen. Laat een deeltje staan in geval dat hem toch doortrekt. En eventuele profits ergens anders in investeren, in bijvoorbeeld een opleiding of eventueel op lagere supports. Tim, nog iets? Voorlopig niet, nee. Okay. Ik denk, het is 9 uur. Ik denk dat we bijna kunnen afronden. Tenzij dat er nog mensen vragen hebben voor ons, dan mag trading gerelateerd zijn of misschien het liefst, maar dat hoeft niet. En dus als je vragen hebt over wat dan ook, zou zeggen, unmute jezelf. Toon een gezicht en stel een vraag. Zeker welkom, hè. Voor vragen te stellen. Al dan niet via de chat. Ik zie op de chat niks speciaals. Oké, dat is goed, Veronique. Dat horen we zich elkaar morgen. Hè? op de B-stream. Ik hoor geen vragen. Ik denk dat we eventjes kunnen afronden eten. Dan gaan we weer vroeg bij onze madame kunnen zitten. Ik denk niet dat ze wat kwaad ervoor zijn. Trade safe, zeker en vast. Don't be greedy. Neem je profits even aan. Zet een stoploss mee. Je moet daarom niet alles verkopen nogmaals. En geniet vooral van de trading. Doe geen FOMO, heeft totaal geen nut. En voor de rest, stay happy, strong and healthy, zou ik zeggen. En tot volgende week. Mm-hmm. Zeker. Heel erg bedankt. Ja, als je zo stil, Tim. Ja, ik ben nog op... ik zit nog in de weekendmodus, hè. Hij zit in de weekendmodus. Ja, maar dat is niet de bedoeling hier. Ik ben juist terug, man. Geef me wat tijd, hè. Voor